Paragraaf 3.4 gaat over de Nederlandse Gouden Eeuw. De OC-handel werd door de Hollanders de moedernegotie genoemd, voor jullie inmiddels een bekende term. Op dit kaartje zie je de verschillende producten die vanuit de OC-gebieden naar de Nederlanden werden vervoerd. Deze handel bereikte een hoogtepunt tijdens het bestand met Spanje. Vanaf 1585 breidden de Hollanders en de Zeeuwen hun handel over zee steeds verder uit. Het inwonertal van Amsterdam groeide sterk in de Gouden Eeuw. Dat kun je goed terugzien op deze tabel hier. Van 1600 tot 1650 zie je dat het aantal inwoners in Amsterdam van 60.000 is gestegen naar 140.000 en dat het daarna wat afvlakt, maar nog steeds sterk doorgroeit. Het inwonertal van de Republiek nam van 1,3 miljoen in 1570 toe tot 2 miljoen in 1670. Om de handel in de Republiek te stimuleren, werden er in het begin van de 17e eeuw financiële instituten gevormd. Een goed voorbeeld hiervan is de Amsterdamse Wisselbank uit 1609. Handelaren vanuit het buitenland konden hier hun vreemde valuta omwisselen in lokale munten en op die manier allerlei aankopen doen op de wereldberoemde Amsterdamse Koopmansbeurs, die in 1611 was gebouwd. Deze beurs gaf ook een wekelijkse courant uit waarin de prijzen stonden van alle mogelijke producten die hier werden verhandeld. Vorsten uit het buitenland konden hier een arsenaal kopen, maar ook gewone handelaren die hier hun graan, hun luxe goederen, je kunt het zo gek niet verzinnen of het werd hier verkocht, verhandelden. Daarnaast was er de Stedelijke Bank van Lening die in 1614 werd opgericht. Hier konden burgers goederen naartoe brengen en, net zoals vandaag de dag bij de zogenaamde pawnshops, hun spullen afgeven en daarvoor wat geld terugkrijgen. Aan hun was dan de keus om die spullen later weer terug te kopen of het geld te gebruiken voor hun dagelijkse boodschappen. Het handelskapitalisme van de Republiek werd gedomineerd door kooplieden-ondernemers. Samenwerking werd steeds belangrijker. Om de grote onderlinge concurrentie tegen te gaan, nam de Staten-Generaal in 1602 een besluit. De Verenigde Oost-Indische Compagnie werd opgericht. Hier zien we de officiële oprichtingsakte van de VOC met lakzegel. In het octrooi legde de Staten-Generaal de uitzonderlijke rechten van de handelscompagnie vast. De VOC kreeg het monopolie op de Nederlandse handel in Azië. De VOC kon in Indië optreden alsof zij een staat was. Het was een publiek-private organisatie. De statelijke bevoegdheden van de VOC waren het sluiten van verdragen, oorlog voeren, nederzettingen stichten en bestuurstaken uitoefenen. Engeland richtte in 1602 de East India Company op. Een soortgelijk bedrijf, maar lang niet zo succesvol als de VOC. In 1621 werd de minder succesvolle West-Indische Compagnie opgericht. Dit was in eerste instantie een oorlogscompagnie. In dit jaar werd de oorlog met Spanje weer hervat. De WIC was dus in wezen een kapersbedrijf, wat erop was gericht de zilvervloot van Spanje aan te vallen, want hiermee financierden de Spanjaarden hun oorlog tegen de Republiek. Nadat in 1637 een fort aan de Goudskust werd veroverd, ging de Republiek ook aan slavenhandel doen. Je ziet hier de verschillende slavenposten aan de Goudkust die de Nederlanders daar hadden gevestigd. De WIC had een bescheiden, maar toch niet gering aandeel in de slavenhandel. De WIC hield zich bezig met de kaapvaart. Dit stond de reguliere handel vaak in de weg. Op deze kaart zie je de verschillende posten waar de WIC actief was. Net als de VOC kreeg de WIC soevereine rechten en een handelsmonopolie. Dit monopolie gold voor West-Afrika en heel Amerika. Hieruit ontstond een driehoekshandel. Door de hoge militaire kosten, het verlies van koloniale bezittingen en de sterke concurrentie draaide de WIC verlies. Kun jij bedenken waarom er ophef ontstond toen premier Balkenende het volgende zei tijdens de algemene beschouwingen in 2006? Ik begrijp niet waarom u hier zo negatief en vervelend over doet. Laten we blij zijn met elkaar. Voorzitter, ik zal het u precies uitleggen. Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Over grenzen heen kijken. Dynamiek. Toch? Wat vind jij hier eigenlijk van? In het laatste hoofdstuk behandelen wij de geschiedenis van de Republiek en haar buurlanden vanaf 1648... tot 1702. We gaan hier achterhalen hoe de Republiek de voorsprong uit de Gouden Eeuw heeft verloren.